ergens zijn ze ten huize de boots. Die niet wel, dat geeft niet naar het leven wel. Ja. En het was ook niet gewend. Nee, we waren met tweeën. De allereerste in Nijhem, die burgerdienst gedaan heeft, was weer William Blondeel. Dat was niet eens, maar ja, ik was een paar jaar aan te kijken. Dus William Blondeel werd burgerdienst aangevraagd, gewetensbezwaar. Eigenlijk dat dan een kop te zwaar wordt en dat er niet meer en ik werd de tweede in Nijhem. En hij moest er zo een brief invullen, ja, het leren ging, moest je niets doen. Hè. Maar als je niet naar het leren wilde gaan en als je wat anders wilde doen, moest je door een zo zware examens kunnen afvragen. Moest je even naar de rechtbank kunnen houden. Dus er viel tussen, natuurlijk, ja, de procedure wordt dat de lokale politie een onderzoek deed overal. Of dat dat wel allemaal in orde was. Ja, ja, op een keer. Die stekt er toe ons met een boekje, met een ressort en met zijn karotjes op. En met potlood is zijn naam. San Pedro Werkers. Ja. Verder zegt, ja, dat had je maar in de keuken moest. En die kijkt er zo naar mij, Werkers kende hem. Hij zet zijn klak af, die San Pedro klak niet in de tijd. Want zo'n nou nog een drukke pin niet, Thomas. Ik zei, het schijnt dat hij niet naar het leer wil. Waarvan toch? en ik was in onrust bij mijn hart, wanneer je weet hoe dat dan schijnt. En dan moesten ze voor gewetensbezwaren te worden, moesten ze een vast aantal dingen opnoemen. Dat was ze de reden. Morele, filosofische en weet niet meer wat, ethische redenen was dat. Dat was ze de reden. Daarvoor kostte af, dus daarvoor kostte gewetensbezwaren papier. Als je om morele, filosofische of religieuze, ook er niet bij gezet, maar kijk, dat is niet meer naar de mens. Ethische redenen. En Wouters vroeg me, waarom wilde hij dan niet naar het leer toch? En ik zei, weet je, een schepgroep van de 15, 21 jaar, een grote muilen, en dan zo van wie zei hij, Wouters. En ik zei, wel, om ethische, morele en filosofische redenen. Die pakt zijn boekje en zijn potje. Je zegt, weet je wat? Kan ik dat eens maar opschrijven? Dus dat zou je dan wel verstaan.